Ik dacht, ik ga heel even snel die pokeball pakken. Helaas. Backpacker. Nog wat dus. Yo, yo, swag, yo. Brooklet Hill. Oké, dankjewel. Drie revivis. Oh, zit er ook nog... Nou... Ben ik wel geheeld? Nee, hè? Nu niet zeker. Nee, nu weer niet. Dit is kut. Zo. Voor de zekerheid toch eventjes een potionje gebruiken. Twee fladderrollen nog. Ik mag in deze route nog een Pokémon vangen, bedenk ik me nu. Ik mag in deze route nog een Pokémon vangen. Dat moet ik wel doen. Dat is zonde als ik dat niet doe. Kut dat hij die vliegpokémons heeft. Is dat op beide? Nee. Huh? Is Rufflet ook normal? Ah, dat wist ik niet. Dat is kut. Ja, die Dark wist ik van Vullaby en ik... Maar ik wist alleen niet dat die ook normal was. Dat is echt kut. Hij is ook flying. Dat heeft helemaal geen zin wat ik nou weer wil doen. Oké. Doe even crit fairy wind alsjeblieft. Doe nog een keer fairy wind. En dan doen we... Ballplay kan wel sterk zijn. Leer. Echt een setupper, hè, die Vullaby. Dat heb je goed gezien, Paddy. Oké, Vullaby is in ieder geval dood. Level 18. Of level 19 bedoel ik. Nice. En level 20. Hey, hij is dood. Super level 15, jee. Dan mogen we in deze route nog een Pokémon vangen. En dan ook zometeen in de volgende route. Alleen daar wil ik het liefst een wishy-washy vangen. Maar ja, dat zal er wel niet in zitten. Want in deze route heb ik nog geen Pokémon. Dus dat mag ik nog doen. En de Pokémon die ik mag vangen is een... Oh, die heb ik al. Duplicate. Hey, Pikipek, die heb ik nog niet. Drie. Nice. Easy catch. Wat zullen we van Pikipek maken? Henk. Oké, wij noemen hem Henk. Oké. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Hier mag ik dus ook een Pokémon vangen. En eigenlijk wou ik een wishy-washy vangen. Maar ja, de kans dat ik zometeen hier in het gras een andere Pokémon tegenkom is erg groot. Arachnid is ook leuk. Maar die ga ik dan niet in mijn team doen. Maar ik al een bug Pokémon in mijn team heb. Dus... En ik vind wishy-washy ook wel cool. Zeg maar. Hallo, Lana. Zou ik een van die wishy-washies mogen vangen? Of kan het niet bij deze trial? We gaan kijken. Ik heb trouwens een camera besteld. Nice, waarvoor? Ga je... Oeh, nice wishy-washy. Ga je vloggen? Of wat ga je met die camera doen? Of ga je, is het gewoon een vervanging van je web, van je cam, zeg maar? Ik durf hem niet te sparken. Nee, ik mag hem niet vangen zo te zien, want er stond ook geen Pokéball bij, dus... Nee, zie je?
Na de trial kan je pas, mag je pas Pokémon vangen. Dus goed om te weten, want dan tellen die wel allemaal gewoon nog. Faint attack doe eens normaal. Oké, heftig, heftig. Nice. Wat? Oh, die ziet je ook in het water. Zo zonde. Ik dacht, ik ga heel even snel die Pokéball pakken. Helaas. Backpacker. Nog wat eens. Mikiko. Met de Fletchling. Dat is geen water-Pokémon. Oh, hij is paralyzed. Super nice. Grubbin, Grubbin, Grubbin. Level 20. Oh, dan gaat hij zo meteen evolueren bijna. Dan gaat hij waarschijnlijk evolueren op het exact het juiste moment. Hey, een Dewpider. Ik zit nog te twijfelen of ik Inke uit het team ga halen, maar... What the fuck? Waarom deed dat zo immens veel damage? Zo, Pokémans. Nee, die laat ik even zo. Super Potion. Use. Mystic Water. Nee, een revive waar we niks aan hebben, jongens. Nou, ik mag toch geen Pokémon vangen als ik er een tegen zou komen. Is dat het... Nee, dat is nog niet de Trial Captain. Of de Trial dinges. Totem. Wat een Araquanet is, wat niemand verwachtte. Dat vond ik echt vet. Toen mensen die games voor het eerst gingen spelen. En dat ze dan allemaal die wishy-washy verwachten. En dat het toen een Araquanet was. Dat vond ik wel echt grappig. Doe alsjeblieft niet weer zoveel damage. Echt niet gezond hoor. Oh, gaat hij ook nog kallen voor help? Dit is kut. Ik moet switchen. Die Flying EMC gaat trouwens ook helpen tegen Araquanet straks. Kijk, dat doet tenminste niet zoveel damage. Oh yeah, de Drain Dance. Doe de regendans. De dans, de dans. Doe de regendans. Oh. Nee, niet? Ah, oké. Okay. Maar hij deed net Rain Dance. Sorry. De pas, de pas. Doe de pinging pas. Dewpider is hartstikke dood. Doe eens even een mayo en Kees. Oh, gaat hij de hele tijd voor help callen? Anders word ik echt boos. Godverdomme. Weet je wat? We willen toch niet dat hij weer voor help callt? Exodia Obliterate! Supersonic Sky Strike! Hier, nu ben je gewoon dood. Dat mag ik heus. Jee, hij evolueert. Waarom heb ik nou weer een Rain Dance clip? Ik mag gewoon de Yu-Gi-Oh! Termen gebruiken. Ik heb gewoon de anime gekeken. Ik heb een Chargebug. Die ik heel even moet opzoeken. Echt een grappige Pokémon vind ik dat, Chargebug. Charge. Volgens mij wil ik dat niet. Volgens mij is Charge echt kut. Ja, ik heb al oké aanvallen. Dat laat ik maar zo. Kan ik denk ik heel even kijken. Deze beter even vooraan zetten nu.
Dit zal wel wishy-washy zijn als het goed is. Ja, dat dacht ik al. Die kan ik gewoon met Razor Leaf One Hit KO'en. Ik moet ze nu healen, want volgens mij moet ik zo tegen de Trial Boss. Dat wordt spannend. Even kijken. Ja, ik moet ze even healen. Ja, dat is wel genoeg. Oké. Oh. Moest niet eens deze kant op. Charge Beam. Is Charge Beam beter dan Spark? Of is Spark physical? Nou, daar ga ik me niet aan branden. Dat wordt spannend. Aquanet. Aquanet. Pam pam pam. Nou, nu lijkt het een hele grote wishy-washy. En het is een Araquanid. Totem Araquanid, spannend. Arrow is cool. Arrow is cool. Supersonische luchtaanval. Waarom kan dat beest Aurora Beam? What the fuck gebeurt hier? Nou, al geen zin meer in deze battle. One hit KO, alsjeblieft. Oh, so close. En het was toch een crit ook. Oh jee, Masquerain, die schijnt ook super kut te zijn. Alsjeblieft, doe niet weer Aurora Beam. Oh. Dit is echt een probleem. Ik blijf dit even doen totdat hij gewoon een keertje denkt van laat ik geen Aurora Beam meer. Maar dat heeft ook allemaal geen zin natuurlijk, zit ik nou te denken. Waarom kan dat beest nou weer Aurora Beam? Echt. Ja, dat denk ik ook dat Mawile hem wel kan taken. Ook dat nog. Oh, nu is hij ook nog eens niet dood. Oh. What the fuck? Dat hij dood is niet zo erg, alleen wel dat hij nu al dood is. Ik had hem eigenlijk liever als... free switching gehad, zeg maar. Dat ik een andere free kon switchen. Ja, dit is trial. Dit is... totem. Ah. Dat is zo kut, dat die zo fucking slow is. Die moet die toch wel kunnen taken, of niet? Ja. Ik ga deze... Nee, ik doe toch heel even safe. Nou, uiteindelijk toch alleen maar de Pokémon kwijtgeraakt die waarvan ik het niet zo heel erg vind. Dus dat is niet zo'n probleem. Nice.
één casualty, niet zo heel erg. We hebben het uiteindelijk best wel goed vanaf gebracht. Dat komt omdat die Z-move van Dartrix natuurlijk een crit was, waardoor er natuurlijk meteen heel veel damage afging bij die bitch dit. Faint attack 60. Bite is ook 60. Attack never misses. Ja, maar ik heb toch liever de bite voor de flinch. Nee. Nee, zeker niet voor Fairy Wind. Wat krijg ik? Oh ja, natuurlijk. Een Waterium Z. En dan mag ik hier meteen een Wishiwashi vangen. En een Rod. Dat is nice. Dan hopen we echt op die Wishiwashi. Vibes kan je hier trouwens ook vangen. Maar die is wel 1% volgens mij. En 10 diveballs. Oké. Okay. Nee, ze brengt me... Dat was niet de bedoeling. Jongens. Oké, nu hopen we eigenlijk... Of ik... Kan ik hier... al reelen of niet? Ik dacht dat hier ook. Oh, dat is een trainer. Dat willen we zeker niet. Een netbal. Nice. Volgens mij kunnen we hier wel ook door te surfen gewoon een Pokémon tegen. Oh, je kan hier hengelen. Oh. Jazeker. Oké, deze Pokémon mogen we hier vangen. Wat een kutzooi. Nee, nee, niet de netbal. Oh, ik wil een diveball gebruiken. Netballs kan ik ook nog gebruiken voor bugs. Ik ben niet zo fan van Gyarados. Hij is gewoon vet, alleen te overused. Dus die wil ik eigenlijk het minst... of niet zo graag gebruiken tijdens een playthrough. En ik gebruik hem natuurlijk al in onze playthrough, Sander. Dus dan wil ik hem eigenlijk niet in deze playthrough ook nog gebruiken. Nou, even een Pokémon Center. Oké. Okay. Dan gaan we die Magikarp hier laten. Ik weet het. Ik zit heel eventjes te kijken. Ik denk dat ik Zorua toch niet ga pakken. Ik zat er nog aan te denken om hem erin te doen, omdat hij dark is. Maar ik denk het niet. Of zal ik het wel doen? Dilemma's. Ja, zal ik hem in mijn team doen dan? Speciaal voor jou, Paddy. Oké. Dan was dit de stream. We zijn inmiddels al een tijdje online geweest. Ik vond het heel leuk om weer te doen. Bedankt dat jullie zijn komen kijken. Ja, Sander was helaas wat later, maar misschien de volgende keer beter. En Paddy is de nieuwe boss als het om bits gaat. Dus die staat nu op nummer 1. Nee, niet op level 50. Nee. Bedankt voor het kijken allemaal en ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.